Goedendag, lezers van Meemelijk Actueel. Welkom bij alweer de 25e vlog van mij over de verbouwing van het Bakkerijmuseum. En ik zal jullie laten zien wat er deze week gebeurd is. Allereerst is het raam opengemaakt. Dus je kan nu niet alleen van de voorkant, maar ook van de zijkant het museum inkijken. Het is begonnen met de afwerking van de kozijnen en de plafonds. Vrijwel klaar. Her en der moet nog wat donkerblauw. En wat verder gebeurd is, is dat de trap staat. Die is nog niet in gebruik. Hij moet nog ingeolied worden voordat we hem kunnen gebruiken. Maar hij staat, hij is geplaatst. Wat er verder ook gebeurd is, er is vooral hard gewerkt aan de installatie, dus de luchtcirculatiesysteem, afvoer, waterleidingen, cv, alles. Dus ook dat begint zijn voltooiing te naderen. Deze week komt de vloer erin, de coating. Daarna kunnen we de spullen gaan neerzetten, kunnen we echt gaan inrichten. Nog even een laatste blik in de toiletten, want ook daar zijn vorderingen gemaakt. Kijk, er zit een plafond in, systeemplafond. En de toiletten zijn eigenlijk al gebruiksklaar. Nog een likje vuur op verf op de muur. En ook hier staat alles klaar om de vloer erin te gieten of smeren. En zo begint het langzaam maar zeker toch zijn voltooiing te naderen. Nou, dan volgende week die nieuwe coating zal het weer een heel ander gezicht zijn. Ik denk dat het dan al bijna klaar uitziet. Maar dat is voor volgende week. Graag zie ik u dan weer.